Welkom weer op een bloednieuwe vlog. Mijn naam is Simonie Remus. Ik ben mijn computer nu weer op aan het starten. Oh. Het is weer een, een mooi werkdagje aan het worden. Goedemorgen, allemaal. Zo er straks, deze avond, bedoel ik, als ik terug thuis ben. Oh man, ik ga even, even, even mijn neus snutten. <tosses> voilà, ça. mijn neus gesnoten. Of gesnut, hoe zeg je dat ook. Heb ik hier weer al een papiertje zitten? Ja, die heb ik dus niet meer nodig. Dat was mijn boodschappenlijstje. Dan gaan we eens naar YouTube toe, hè mensen. Want ik had uh, de vorige keer eens een foutje gemaakt. Even controleren als alles nu goed staat. Ja, alles staat goed. Mooi, mooi, mooi. Video uploaden. Rustigheid genomen. Voilà. Zo je het met de titel. Maar toch een redelijke vlog geworden is. Van een half uur, toch nog altijd. Die vier minuutjes kan ik nog wachten voor het te vertrekken. Dus dan is hem ook geüpload. Voilà, dat is altijd mijn taak s morgens vroeg voor jullie. Dat jullie toch naar mij kunnen kijken. Kijken, en nu ga ik eens te goed kijken naar de datum. Het is nu de 6e. Dus dan moet ook op 6 mei online komen. Plannen. Want ik had de vorige keer al gewoon de datum vergeten aan te passen. Waardoor dat die filmpje dan te laat online is gekomen. En daarbij. Waar is de vlog? Waar is de vlog? Waar is de vlog? Vlog stond op YouTube, maar op een verkeerde datum. Oh my god! Kan gebeuren, hè, mensen? Kan gebeuren. Kan gebeuren. En kan gebeuren dat ik mijn hand er ook eens voorzet. Oeps, sorry. Ah, Goedemorgen allemaal. Jawel. Eens dus even kijken als er redelijk wat vraagjes zijn binnengekomen uh, op. Uh...

ben je de slimste? Hey Timmy, denk je nu echt dat je gekochte Turkse fansboodschap hebt aan de zeven van die landparties? Ja, als ik samenwerk met Landparty Europe, dan uh, komt er soms wel eens reclame uh, ertussen van Landparty Europe. Dan zaartje als iets. Leuke vlog is dat vanaf 1 mei elk jaar. Uh, wat bedoelt je met uh, vanaf 1 mei elk jaar? Ik weet het niet wat je bedoelt. Wat, uh, wat doet Speedseeds precies voor jou dan? Ah uh, wel, <coughs> ik mag er eigenlijk niet te veel over vertellen. Dat is gewoon puur mond-op-mond -mond reclame wat ik doe uh, voor Speedseeds nog te kunnen verkopen. Ik zie dat hier nu ook in mijn vlog. Uh, wat ik dan naar return, bijvoorbeeld als hij ergens op een landparty aanwezig is. Moet ik gewoon eens even naar hem gaan en zeg, heb je nog eens een stoeltje op overschot? En dan kan ik die wel eens krijgen. Dan hem. Hey Timmy. Hey. En dan uh, Not A Rapper, echt niemand luistert naar die Lamparty 7 hey, tijdverspilling. En dan heb ik daar opgeschreven, ik geef Lamparty info dat ik samenwerk met Lampard Europe. En dan hij opnieuw, bij 99,9% zeker dat de Lamparty Europe mensen niet eens weten wie jij bent. Gewoon stom om da, uh, daar je energie en tijd in te steken. Daar boeit niemand van uw 7 van die Lamparty, zeg ben je de slimste. En dan hij nog een keer, hey Demi, denk je nu echt dat... Uh, Jouw integraal gekochte Turkse van boodschappen hebben aan uw 7 van die lamparties. Ja, dat zijn wat mensen ook van lamparties zien die ook daar naar kijken. Dan de vorige Q Q&A vlog nummer 1805. Daar zijn ook tien reacties op gekomen. Anna Blijen, hartje, hartje terug. First Last handje, hallo. En dan Booside Doe eens. Gaf het toen normaal metalen dat geluid stond op 100. Euro. 1000% uh, ...heb me uh, kapot verschoten. ...ja, allemaal van dat er in een fragmentje... ...in een keer heel luid stond... ...sorry daarvoor... Het ...foutje van mij... ...dan vind ik uh, het triestig hoe jij... ...vroeg naar Benny de Slimste doet... ...vind ook niet ook... ...dat jij hem als... ...metalen... nadoet, ...wetende dat jij ook soms 40% metalen... ...zijt... ...dat weet ik ook wel... Maar bij de Sluis moet niet continu zagen. Dank u. Dan uh, T-shirts. Tech. Zoveel scheur, uh, schuinig gedrag. Zeg. Ja, sorry hè. Sorry, sorry, sorry. Dan te uh, wakser Max. Hallo. Niet uh, letten op negatieve comments. Als ze het echt uh, scheet zouden vinden, zouden ze niet kijken. Ik vind het verrassend om een vlog te kunnen volgen van uw gewone werkende mens. Leuk om gewone verhalen te horen en niet in scène gezet uh, entertainment-toestanden. Zoals bij de grote YouTube-vloggers. Doe zo voort. Dankjewel. Ik ga u daar ook een duimpje voor geven en een hartje. Dankjewel voor die mooie reactie. E-mail. Die partners van dat schermjong, dat is echt veel te groot en uh, dat flikkert te veel. ha, 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 ha. Uh, Dan, boter vlogs. Mensen uh, reageren ook bij andere YouTubers als ze kinderen filmen in het zwembad. Er zijn zelfs meerdere YouTubers die video's gemaakt hebben over extreme extremerets en hoe die zijn eigen kinderen in gevaar brengt door ze op van allerlei gevaarlijke, zelfgebouwde dingen te laten zitten. Die moet je. Echt niet als een voorbeeld nemen. Um, ja, oké. Okay. Oké, okay, sorry. Als ik extreme... Uh, wacht, hè, hoe noem dat? Extreme right uh, als uh, een voorbeeld had genomen. Nu kan ik geen vragen niet meer stellen in de Q&A. Dat is discriminatie. Ja, als je zo doet, ja, dan, dan uh, uh, kan ik eens wel eens uh, comments... Uh, ja, negeren. Dan de allerlaatste, uh, dan ga ik ook vertrekken naar mijn wijk toe. Uh, 1806, tien de reacties, Benny de Simpson. Hey Dimi, ga je nu je boel op parkeerplaats zetten? Er is namelijk vloek op mijn grond. Iedereen die daar parkeer kreeg ongelukken mee op de weg. Dus zet hem op uw plaats en je zult op uh, heel een ongeluk verlost zijn. En dan uh, Rob. Pleiter 3. <laughs> dan Lucas, mijn rug doet pijn. Terwijl je wel een wandeling uh, bent gaan maken, net. Die logica. Ja, want om mijn spieren dan los te maken in mijn rug. Omwille van dat ik uh, vandaag ook wel terug ga werken. En al daarom ik, uh, ben ik ook gaan wandelen, ben ik gaan zwemmen, bla 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 bla. En dan Rob, uh, uh, opnieuw, pleiter 1. Dan VanTube. Hoi hoi. Hoi hoi terug. Dan not a rapper. Amai is zo actief en nu bleef voor iemand die blijkbaar met zoveel pijn thuis was en in het ziekenhuis nodig had, waar hij zat te lachen. Ik zat daar niet te lachen. Dan boterhamvlogs. Een gewoon werkende mens. Jij hebt manen waar jij soms manen betaald thuis zit omdat er niet genoeg wijk is. Babywel, dat hebben andere werkende mensen niet, ben ik eerlijk in. En jij bent vaker thuis dan een werkende mens. Bij deze mijn mening. Oké, dat is jouw mening. Dat is jouw mening. En pleiter nummer 2. Dat is wel waar, pleiter nummer 2. Dan boterhamvlas. Misschien jij ook duct gebruiken om je boelekje te fixen. Want dat fixt toch alles? Ha 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 ha. Dus even kijken hoeveel reacties dat ik nog moet gaan doen. Nog 6 plus uh, 2, dat is 8 plus. Hallo kijkers en jawel, ik ga even verder op de QQQQ QA. -Q 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 dus uh, dan zitten we aan vlog 1807. Daar zijn zes reacties op. gekomen. leuke video, dankjewel daarvoor. Ben je de slimste? Hey Timmy, jij geeft uh, aan Q Music dood dat het gevaarlijk is op de baan. Was jij toen uh, ook nog. Uh, ...op de baan rondreed? Ja, ik stond toen aan de kant toen ik dat verzond. Wanneer mag ik uh, terug op Disco? Dat is discriminatie en anders moet ik in te gaan naar discriminatie-inspectie gaan. Ga maar naar de discriminatie-inspectie. Dank <coughs> u. Dan, boef... Je rijdt speciaal naam, uh, naar de Carrefour omdat sandwiches 10 cent goedkoper zijn. En dan ga je vervolgens 5 euro naft oprijden om naar de OK te gaan. Kijk, die sandwiches daar kosten 95 cent. En uh, dat is niet omdat die 10 cent goedkoper zijn. Nee, want als je hier in Alke 15 sandwiches moet kopen, zit je hier. Uh, wacht uit, dat is 7. 7, uh, 9 euro kwijt. 9, hè? 9 tegenover 95 cent. Wat verkies je dan? Voilà. Die man heeft zoveel pijn uh, aan zijn rug en nek. Dit is de hoofd van iemand die pijn heeft. Ja, bla bla. Je zegt altijd dat je geen groene medicijnen hoort tegen rugpijn. Waarom gaat je dan naar de apotheek voor echte medicijnen te kopen? Ik pak ook hier tafelgans en al. Punt uit. Echt waar. Dan hebben we nog vlog 1808. Twee reacties. Benny, hey Timmy. Jij hebt integraal wel een sterk boel. Dus ga dat toch uh, nog mee na een aanrijding tegen 30 km per uur. Ja, dat is wel waar. Het was tegen 50, 60 km per uur. First last uh, veel beterschap. Dank je wel. Dan uh, vier reacties, 1809. Uh, Hugo, um, je bent echt een legends, blijf zo doorgaan, dankjewel. Not a rapper. Amai, die rug van u moest nogal afzien na de accident, wild en glijbanen te doen. Ah, wel, deed en al dat is wel heel goed voor de rug. Gaan zwemmen is wel heel goed voor de rug. Um, gaan wandelen is wel heel goed voor de rug, want daar ontspant je je spier mee, dat heeft de dokter gezegd. Hey Dimi, jij uh, ons weer aan het legen, je zegt dat je een zo uh, kleine 500, uh, 405 gram weegt, dat is uh, zo'n gewicht, als langs de slager gaat, dat is waar, waar mensen, ik dacht nooit dat Dimi mee, uh, nooit meer ging liegen. Ik had dat uh, gelezen bij niet de slimste, sorry. Je kan zeer goed zingen, mister, dankjewel. Nu gaan we naar de QA van Discord. Oh, mijn Discord is niet opgestart. Oei. Eens even kijken, Discord. Dan gaan we naar de QA van Lassa. Ja, oh, dat zijn maar een paar vraagjes. Um, wat dit je in weet op maandag, eerlijk zijn dimi, om gaan te wandelen, Liesje, bij welke verzekering zit jij? Heb je uh, bij, uh, bij een van jouw langtijdige kijkers gevraagd naar jouw ongeval. En dat zijn er al wat immers veel. Heb je al van een lange tijd kijkers gevraagd naar jouw ongeval? En dat zijn er, uh, er wel uh, immers veel. Ja, sorry hè, dat er zoveel zijn. Sorry, 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 sorry. Nu met het accident zal de 2000ste vlog niet meer halen op 9 november. Nu zal uh, je de pers moeten inlichten dat het niet op 9 november zal vallen. Het zal ook niet op 9 november vallen, e-mail. En boven, je hebt er ook nog twee uh, gaming evenementen tussen, dan zit ik daar ook weer al niet te vloggen en al. Dus exact het, uh, de 2000ste vlogdatum, die ga ik u binnenkort wel kunnen geven. Fred Crockett, lust Amerika uh, Pancakes? Nee. Al nieuws van de auto. Ik heb nog altijd tot heden geen nieuws. Wanneer ga je naar Sparks in Hasselt? Daar moet ik nog wel eens uh, contact opnemen. Misschien wel eens het leuk is om daar gaan te filmen. En wel hier sluit ik de vlog op mee af. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet mijn pauze te drukken. Dan blijf je op te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal uh, morgen terug. Yo 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 vier. Oké, okay, dus dat gaat nogal. Dus dat ga ik zelfs nog wel nog verder behandelen. En dan ook nog de Discord vragen ga ik ook nog verder behandelen. Maar nu is het tijd om richting mijn boeletje te gaan. <kuggen> en dan vertrekken naar mijn werk. Voilà. En hij staat ingeplant. Voilà. Mijn vlog staat al ingeplant. Dan ga ik mijn computer niet afsluiten. Maar wel op slaapstand zetten. Voilà. Dat ik verder kan doen waar ik ben geëindigd. Nu... Uh, heb ik hier alles? Ik ga ook een mesje meenemen. Ja. Ik weet niet waar mijn. Ah, daar ligt mijn ander mesje. Een <tie> falessa. Dus je ziet wel dat ik redelijk veel moeite doe. Ook nog altijd voor jullie. Ik ga een dunnere jas aandoen. Want ik ga geen winterjas meer aandoen. Nee, 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 nee. nee. Voilà, ik heb even mijn gewone jas. <coughs> dan de volgende stap. Jas, doen? Volgende stap. Even in mijn kamer gaan. De headset van mijn schatje meenemen. Want zij was die gisteren vergeten hier. Dus dan pak ik die gewoon nu mee. Hup, Heb ik dan alles? Gsm. Ja, ja, ja. Dus ik ga jullie laten, want ik moet mijn karton ook nog buiten zetten. Yo, yo.